Vandaag is het 2024, dag 3. Het is donderdag. Vandaag is het enorm warm. Ze gaan vandaag over de Zevenheuvelen in Groesbeek, zoals we al natuurlijk weten. Maar goed, het echte nieuws is eigenlijk dat morgen alle loopafstanden 10 kilometer worden ingekort. Daarover later meer. We gaan proberen de woordvoerder van de Vierdaagse organisatie voor de camera te krijgen. En verder gaan we aan al deze mensen vragen die eigenlijk over de helft zijn. Dus hoe het met ze gaat en of ze er nog zin in hebben. Nou, goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Hoe heeft u de Groene Donderdag vandaag ervaren? Warm. Ik vond het wel prima ook weer. Leuk, gezellig. Natuurlijk de Zevenheuvelen, hè. Even pushen. Maar helemaal goed. Ja. Goed door de hitte heen gekomen tot nu toe. Door de hitte heen gekomen, ja zeker. Door de support ook, hè. Ja. En had u ook nog extra maatregelen van tevoren getroffen vanwege de warmte? Nee, niet echt. Ik heb altijd wel, bereid me wel goed voor. Dus genoeg drinken en een beetje zout, een beetje suiker en genoeg eten. Dus niet speciaal voor vandaag. Dus morgen gaat het ook wel goed komen als het 30 graden wordt? Ja, morgen. Ja, nou, maar de supporters hebben wel bakken water langs de kant staan en sproeiers. En kinderen mogen eindelijk op mensen schieten met... heerlijk. Daar heb ik wel dankbaar gebruik van gemaakt. Nou, super. Ja, dat werkt natuurlijk wel goed, zoiets, hè? Ja, dat werkt goed. Ja, zeker. Ja. Nou, dan zou ik zeggen nog heel veel plezier en heel veel succes morgen ook vooral met de warmte. Ja, dat hebben we nog wel even nodig. Ja, dankjewel. Succes. Ja. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Op uw t-shirt staat heel mooi, ik vind het een pleuriseind. Ja. Is dat ook de samenvatting voor u van vandaag? Vandaag wel, ja. Ik vond het vandaag bloed, zweet en blaren. Stampen en gaan. Ja. Ja. Uiteindelijk wel goed doorheen gekomen? Of, ja, uiteindelijk wel goed doorheen. Best wel goed gelopen. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd wel om er een beetje ongeschonden uit de strijd te komen. Maar dat is me vandaag niet gelukt met de warmte. En had u daar ook nog extra maatregelen voor getroffen, voor de warmte? Van tevoren? Sowieso wel natuurlijk een petje, veel water en ik had alvast de voeten preventief getaped. Maar ja, dat doe ik natuurlijk ook op zijn janboerenfluitjes, dus er zat meer aan mijn sok dan dat er op mijn voet zat, geloof ik. Maar goed, het is wat het is en je loopt daar ook wel weer doorheen eigenlijk. Dus, en zeker met natuurlijk het publiek wat er staat, dat sleurtje er gewoon doorheen was fantastisch, ja. U heeft goede support gekregen overal. Ja, en dat doet het shirt natuurlijk ook, hè. Dus dat reist ook wel vragen op natuurlijk bij mensen. En een heleboel, die reageren erop. Dus dat is leuk, ja. En heeft u ook nog wat verkoeling mee kunnen pakken hier en daar op de route? Ja, inderdaad. Mensen hadden douches aangezet en je kon goed water pakken. En uiteraard de verwennerij van de mensen en vooral de kinderen. Dat is gewoon echt super wat ze allemaal hadden gegeven. Dus... Echt, chapeau voor de gastvrijheid van Nijmegen. Echt fantastisch. Nou, klinkt hartstikke goed. Ja. Nou, dan nog heel veel succes morgen, ook weer bij de warmte. Ja. En hopen dat je dan ook weer zoveel support kan ervaren. We gaan er alles aan doen. Ja, oké. Komt goed. Succes. Dankjewel. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Hoe had u vandaag de Groene Donderdag ervaren? Goed, het was goed verlopen voor mij. Dus Zevenheuvelen ging goed af, dus... Het was prima. Het weer, het was niet te heet, dus het ging goed. Oké, nog genoeg verkoeling meegepakt onderweg misschien? Ja, er staat overal water genoeg. En, dat is goed te doen. En, genoeg water gedronken en geëten, dat is ook belangrijk. Dus het was prima vandaag. En is dat ook hoe u morgen ook er doorheen gaat komen of gaat u dan nog wat extra maatregelen nemen? Ik heb gehoord dat morgen de route ingekort is. Dus, wordt morgen een makkie, denk ik. Van de 40 naar de 30. Een makkie met 30 graden? Nee, maar ja, ik ben wel op tijd binnen, denk ik. Dus ik ben wel voor de grootste hitte binnen, denk ik. Nou, mooi. En dan daarna ook even verkoeling met een gouden rakker? Dat hoort erbij. Nou, lekker. Dat hoort erbij het bier, want anders dan gaat het niet door. Zo is dat. Gaat u nog een beetje feesten hierna? Of? Ja, nou, vandaag niet veel, want we moeten morgen dan toch weer vroeg op. Dus... Maar een paar biertjes gaan er nog wel in vandaag, denk ik. Nou, super. Ik zou zeggen, geniet ervan dan. Ja, doe maar. Proost.
Zo mevrouw, u maakt er wel een feestje van. Oh, elke dag weer, jongen. Ja. Het leven is één groot feest. Ook de Vierdaagse, hè? Ook de Vierdaagse. En ik krijg er zo'n energie van. Ik kan niet stoppen. Nee? Doe ik ook niet. U blijft hier de hele dag staan. Ik blijf hier de hele dag staan. En dan morgen weer. En volgend jaar ga ik gewoon weer. Veel plezier. Dankjewel. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Zo te zien heeft u goed voorbereid op Groene Donderdag. Ja, dat was wel de bedoeling. Hè? Ja, groen, wit en rood. Komt er ook nog bij, hè? Het laatste stukje. Altijd leuk, gezellig. Alle kleuren gezien bijna. Alle kleuren gezien vandaag, ja, ja. En u heeft ook een speciale hoed op, zie ik. Ja. Hoe komt dat precies? Hoe is dat in stand gekomen? Die hoed heb ik met wandelen altijd op. En als ik ergens kom, niet altijd met wandelen, ook op vakantie, als ik ergens een leuk speeltje zie, nou, dan gaat hij op de hoed. En hoe lang? Voor de mensen die het nog niet weten, de kleurenroute staat erop, hè, van de week. Oh, super. Ja. Ja. En hoe lang spaart u de speeltjes al? Nou, ik denk een jaar of 15, 16. Ah, dat is al een hele tijd. Ja, en dat is ook de tijd al 16 keer meegelopen hier? Nee, ik hoop hem morgen voor de 26e keer uit te lopen. Dus, Zo, dat is al ietsje meer. Ja, dat is een beetje meer, ja. Ja, ja. Nou, super, klinkt goed. Ja. Dan nog even heel veel succes morgen ook weer met de warmte. En nou, heel veel plezier ook. Ja, dankjewel. Het komt helemaal goed. Oké, doei. Goedemiddag, meneer. Hallo. Volgens mij kennen wij elkaar nog van vorig jaar. Nou, volgens mij heb je mij vorig jaar ook wat gevraagd. Dat sowieso. En ik weet ook nog dat u toen een andere muts op had dan dit jaar. Ik doe elk jaar een andere, maar dan wel 4 dagen lang. Dat sowieso. Dat is traditie. Dat is mijn traditie. En ja, ook voor herkennen langs de kant. Soms zijn er bekenden. En ook voor medewandelaars. Die ik ken, die kunnen me dan ook makkelijk traceren. En hoeveel waren er in de tussentijd al? Hoeveel hoeden heeft u al op de plank liggen? Nou, ik denk dat ik er zeker een stuk of 11, 12 heb. En die zitten allemaal in één grote doos. En dan mag er af en toe eentje weer uit. Of ik moet een nieuwe vinden. Maar dit is er nog eentje uit de oude Duits. Dus die was blij dat u hier mee mocht. Dat klinkt goed. Dus af en toe wordt nog wel de collectie een beetje uitgebreid. Dus. Ja, als ik echt een hele goede vind, dan doe ik het wel. Maar niet als ik er geen enkel vind, dan zoek ik eentje die ik al heel lang niet meer heb gedragen. Oké, dus door het jaar heen bent u een beetje op jacht zo, om wat nieuws leuks te... Ja, ik probeer altijd wat te verzinnen. Dus dan gaan we binnenkort weer in november op vakantie. En dan probeer ik daar weer iets bijzonders te vinden. Hoop ik. Nou, dat klinkt super. En is het niet super heet geweest vandaag met die muts? Ja, dat is wel super warm, maar eigenlijk ben ik het ook gewend. En dan loop ik even langs een douche, doe ik hem even af, even mijn kop nat en dan komt het weer goed. Oh, lekker. Ja. Dus morgen met de 30 graden moet het ook wel goed komen. Doe ik het ook. Alleen ik had zelf nog een geel pak liggen, maar dat ga ik denk ik niet doen. Een beetje te warm dan. Nee, je moet ook wel een beetje normaal blijven doen. Dus dit is al erg zat, hè? Nou, het ziet er prachtig uit in ieder geval. Ja, 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 dank u wel. Nog heel veel plezier en ook heel veel succes vooral. Ja, dank je wel. Kom goed. Ja, ik vind het wel jammer dat we nu 10 kilometer minder moeten lopen. Ja, maar goed, ja, je moet het ook vol kunnen houden, hè, met die hitte morgen. Ja, nee, ik snap het besluit en ik leg me er altijd bij neer, maar heel eventjes van, oké, jammer. Ja, het is even jammer dan. Even, ja, want kijk, weet je wat het is? Als je goed drinkt en zo en eet... En je bent een beetje wijs, maar ja, die zijn er ook niet. Ja, je moet ook een beetje wijs zijn, ja. Ja, ja, klopt. Toch? Dus zodoende. Maar goed, we gaan het wel volmaken. En ja, dan kijk ik wel naar uit naar de intocht. Dat vind ik altijd wel. Dat is ons hele toetje van het jaar. De kers op de taart. Dat is de kers op de taart. Het hele jaar lekker doorlopen, overal. En dan hier in Nijmegen de kers op de taart. Nou, klinkt super. Ja. Nog even nog heel veel succes en heel veel plezier in ieder geval. Ja, dat gaat helemaal lukken. Bedankt. Tot ziens. Yo, hoi. Meneer, ik weet niet of ik het goed heb, maar volgens mij heeft u de schoenen om de nek hangen. Ja, dat heeft u heel goed gezien inderdaad. Wat is daar de reden voor? Nou, dan krijgen de voeten een beetje zuurstof. Ja, ja. Er is wel over nagedacht. Er is zeker over nagedacht. Ja. Ben je net binnengekomen? We zijn weer goed binnengekomen. Ja? Ja. Hoe was de dag vandaag? Zwaar. Heel zwaar. Ja, warm, zwaar en goed drinken. Wat drink je dan? Bier. Bier en shotjes. Heel lekker. Wat voor shotjes? Dan moeten we even de diepte in gaan. Wat voor shotjes? Ja, dat weet ik niet. Dat staat er nooit bij, hè. We weten het niet. Als het sterk is. Precies, als het maar sterk is. Hey, en morgen loop je 10 kilometer minder, hè, want de route is ingekort.
Wat vind je daarvan? Ja, dat is jammer weer, hè. Dus net helemaal niet de prestatie helemaal waarmaken. Ja, vind je dat echt zo? Ja, we lopen 50 kilometer omdat we 50 kilometer moeten lopen. Niet meer en niet minder. Maar goed, je hebt het toch heel krap gedaan. Ja, dankjewel. Succes, hè. Zingen we? Niet kapot te krijgen! Ja la 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 la! Hey! Niet kapot te krijgen! Ja la 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 la! Niet kapot te krijgen! Ja la 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 la! Hey! Hey! Niet kapot te krijgen! La 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 la! Oké, dankjewel dames en heren. Dit was de uitzending van vandaag. Bedankt. Alsjeblieft. Van een gekke. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent net ingecheckt. Ik ben net ingecheckt. En ben je toen klaar voor de volgende dag, voor de laatste dag? Ik ben klaar voor de volgende dag, absoluut, zeker. Nou, dat klinkt goed. Ja. Dus, ben jij klaar voor morgen? Ja. Slaap uit. Ja, zeker. Wij zijn er klaar voor. Ja, mooi. En heeft u geen last van de hitte gehad vandaag? Nee, nul. Een beetje slappe hap morgen, die 40 kilometer, toch? Wat vind jij? Nou ja, ik vind dat iedereen het wel moet kunnen volhouden natuurlijk. Maar ik snap wel dat het super jammer is. Ja, voor jullie zo. Het wordt mijn eerste en laatste keer. Dus ik baal een beetje, maar het is wel begrijpelijk dat er aan iedereen wordt gedacht. En laatste keer dus? Eerste en laatste keer, ja. Tergend langzaam allemaal, joh. Ja, en ben je wel, heb jij hem gelopen over die dijk? Nee, ik heb hem niet gelopen. Nee. Dan daag ik je uit bij deze. Ik loop heel veel hier. Ja, maar dat vind ik niet tellen. Nee. Nee, maar die 40 kilometer vind je dan ook eigenlijk niet tellen? Of, Ja, maar ik zeg, ik snap het wel. Vind ik het tellen? Nee, vind ik het niet tellen. Dan heb je 190 gelopen straks. Ja, dat is een feit toch? Ja, 190 kilometer, dat is een feit. Niet meer, niet minder. Nee. Nou, in ieder geval dan nog heel veel succes. Dankjewel. Met de laatste dag en hopelijk toch nog ook heel veel plezier. Ja, dat komt zeker goed. Dankjewel. Oké, tot ziens. Yo. Goedemiddag mevrouw, u zit lekker even een frietje te eten. Ja, lekker. Even een beetje zout. Heeft u wel nodig na het lopen en zo? Ja, zeker. Ja, het was warm vandaag. Ja, heeft u er last van gehad? Ja, ik heb er last van gehad. Ik had te weinig water bij me. Te weinig water? Ja, dus je moet eigenlijk wel een beetje blijven drinken en ik kwam echt tekort even. Ja, dus morgen iets betere voorbereiding dan? Ja, morgen iets meer water mee. Zeker. Had u ook andere maatregelen getroffen voor de warmte? Ja, ik heb een petje op en ik heb een afritsbroek aan en ik begin 's ochtends met een jekje. Dat is een windjek en dat vind ik dan heerlijk in de ochtend, maar halverwege de dag moet hij wel uit. Nou, lekker. En dan achteraf een frietje. Is dat het geheim? Voor mij wel. Nou, super. Geniet ervan. Dankjewel. En heel veel succes nog. Dankjewel, komt goed. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Hoe hebben jullie vandaag de Groene Donderdag ervaren? Het was eigenlijk minder moeilijk dan ik dacht. Maar het was super leuk. Ja, super veel mensen. Lekker veel overal douches tegen de hitte. Super leuk. En heeft u geen last gehad van de hitte? Ja, wel. Maar godzijdank, inderdaad wat Marion al zegt, douches. Mensen die waterslangen neer, dan kun je even lekker nat maken. En de feesten hier bij binnenkomen van Nijmegen, dat was echt ongeëvenaard. Dat is echt fantastisch. Dan zweef je eigenlijk over de straat heen. Dus dat was geweldig vandaag. Ja. Was dat de eerste keer dat u zo dit ervaarde? Nee, het is mijn tweede keer. Ik heb hem 2 jaar geleden gelopen, maar dat was de eerste dag weg. Dat was alles afgelast. En ik was eigenlijk vergeten hoe de intocht in Nijmegen was. Maar jeetje, wat een feest. Geweldig. En was het voor u nou de eerste keer? Ja, voor mij was het de eerste keer, ja. Dus ik heb me laten overhalen. Ze moet je een keer meemaken. Dus altijd wel een keer willen doen. En het is superleuk. En voor herhaling vatbaar? Mijn voeten zeggen nee. Maar het is superleuk. En jullie zijn ook echt in het groen voor Groene Donderdag? Ja, zeker. Ja. Dus jullie gaan elke dag in de kleur van de dag lopen? Ja, gisteren roze, daarvoor blauw. Ja. Morgen oranje. Nou, super. Dan zou ik zeggen nog heel veel succes morgen ook weer met de warmte. Maar de route is ingekort, hè, dus dat scheelt. Ja, wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind het een goed idee. Want verstandig.
doet me denken aan 2 jaar geleden, dat de eerste dag eruit gehaald werd. Ik denk, potverdorie, weer geen 4x40 volledig. Maar het is verstandig dat ze hem ingekort hebben. Want het is echt warm onderweg. Wel even jammer, maar wel een goede keuze. Ja hoor, ja. Ja, ja. Oké, okay, nou nog heel veel succes dan. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Okay. Ja. Bedankt hè. Goedemiddag, hoe hebben jullie vandaag de dag ervaren? Het was minder erg dan gisteren. Minder erg? En desondanks dat we heel veel warmte hadden vandaag, hitte. Ja, het was gewoon heel gezellig met z'n allen, waardoor je er snel doorheen gaat. Dus jullie hebben geen last gehad van de hitte? Niet echt. Niet echt, nee. Nee. En zien jullie een beetje op tegen morgen als het nog heter wordt? Nee. Ik denk wel dat ik heel veel spierpijn heb. Ja, dat geloof ik wel. Ja, voel je dat nu al? Ja, vanochtend al. Oeh, maar toch wel goed doorheen gekomen, dus? Ja. En nog bijzonderheden vandaag gehad? Extra leuke dingetjes. Wat is het gezelligste moment dat jullie hebben meegemaakt vandaag? Het was wel leuk, want de zus van een vriendin hebben we ingehaald. En dat was nog nooit eerder gelukt. Ingehaald nog wel? Ja, die liep de 50. Zo, en waar hebben jullie die ongeveer ingehaald? Bij de heuvelen. Bij een heuvel. Bij de 7 Heuvelenweg, weet je. Oh ja, 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 richting het einde al een beetje. Hè? Dus ja. Dan heb je niet zo heel ver meer. Nee. Nou, super. En dan wens ik jullie nog heel veel plezier en vooral ook heel veel succes morgen. Dank u wel. Goedemiddag. Hoe heeft u vandaag de dag ervaren? Ja, leuk. Gezellig. Ja, net als de andere dagen. Prima. Prima. Niet, geen last van de hitte gehad? Nee, welke hitte. Nee hoor. Oh, dus het gaat morgen helemaal goed komen? Ja, ik wou morgen de 40 lopen, maar helaas. Hè? Ja, helaas ingekort. Ja, baal ervan, maar het is zo. Het is een goed besluit, maar ik baal er wel van. Ja, dat snap ik aan. Had je het wel een beetje zien aankomen? Zo? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ondanks de 30 graden die wordt voorspeld. Oh, een beetje. En u heeft een mooie ballon bij, zo te zien. Waar heeft u die vandaan gehaald in één keer? Van mijn lieftallige collega. Die gaf hem aan mij de laatste 100 meter of zo, gelukkig. Oh, die stond hier bij de finish jou aan te moedigen? Ja, terug in die rode straat. Ah, leuk ja. Ja, ja. Zo kunnen jullie elkaar mooi herkennen hier zo. Ja, ideaal. Ja. Goed herkenningspunt. Had je nog meer supporters vandaag? Ja, verschillende. Volgens mij her en der zo langs de kant zien staan. Even gauw gezwaaid. Kinderen van mijn vriend stonden klaar met een koud pilsje. Dat was helemaal goed. Oh, lekker. Ja, dat was heerlijk. Al eerder op de route al of richting het einde? Volgens mij op de 30 kilometer of zo. En 20 kilometer hebben bij vrienden een biertje gedronken in de tuin. Dus helemaal prima. Nou, gezellig. Even pauze en dan weer door. Juist, juist, ja. Inderdaad. En nu ook even afsluiten met een pilsje. Ja, en dan morgen weer beginnen aan de 30. Ja. Nou, super. Dan heel veel plezier toch nog. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Goedemiddag. Hoe hebben jullie vandaag de dag ervaren? Hij was zwaar. Best wel warm. Dus, maar verder gaat het goed. Vanmorgen gaan pijn in de voeten, maar in de loop van de dag hebben we dat eruit gelopen. Dus morgen gaan we ervoor en we gaan de finish halen. Nou, dat is hartstikke mooi. En jullie lopen het voor het goed doel, hè? Van Stichting Ambulance Wens. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker. In december is mijn vader ziek geworden en in april overleden. Dus heel kort ziekbed eigenlijk. En wij waren erachter gekomen dat je dus via Stichting Ambulance Wens de laatste wens van iemand in vervulling kan laten gaan. Het is een hele goede stichting die gebaseerd is op vrijwilligers die naast hun werk ook nog dat doen, vrijwillig. Een drukke baan, want vaak hebben ze medische achtergronden. En wij zijn met hem naar Hoek voor Holland geweest. Daar heeft hij zijn halve jeugd doorgebracht. En vandaar, dus ik loop hem een beetje voor mijn vader ook. Ja. Zo, wat een prachtig verhaal is dat, ja. Ja. En hoe is dat voor u, die motivatie om hiervoor mee te lopen? Ja, het is gewoon helemaal geweldig. Om, een evenement waar je dan je naam kunt tonen, zeg maar. En toch in de belangstelling te brengen. Dat mensen toch zien van, het is toch een mooi goed doel. En dat ze toch even te willen doneren. En dan een mooi geldbedrag bij elkaar zien te krijgen. En dan dat ze toch weer dingen kunnen gaan vervullen voor mensen. Nou, ik vind het helemaal prachtig als ik dit zo hoor. En, ja, mascotte. Ja, Mario. Mario. Ja. Iedereen die meegaat met de ambulancewens, die krijgt deze beer van de stichting ook. Oh, wat mooi ja. Ja. Nou, en dus morgen gaat het allemaal goed komen ook. Tuurlijk. Ja, zeker te weten. Al moet het op karakter, maar we halen hem. Nou, hartstikke mooi. Dan heel veel succes en vooral ook heel veel plezier nog. Ja, dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Als ik zo naar uw vlag kijk, dan komt u nogal een eindje weg hier vandaan dan. Ja, uit Friesland. Uit Franeker. En u komt toch niet elke dag op en neer, toch? Nee, jong.
Nee. Ik logeer op een school. En dan morgen de laatste dag. En dan met de trein weer terug naar huis. Ja, maar dit is fantastisch. Ja, dus eerst gaat u als de trein en dan gaat u met de trein weer terug? Ja, dan ga ik weer met de trein terug. Ja, dit is mooi bekijkt en geweldig. Ja, top. Is het vandaag ook als de trein gegaan of heeft u toch wel last van de winter gehad? Nou, het was warm. En het was voorspeld dat het warm zou worden. Dus iedereen gaat ook heel vroeg starten. Dus het was een hele menigte vanmorgen om bij de start weg te gaan, ja. Ik stond er 5 uur en 5:30 kon ik gaan. Dus dat vond ik wel wat lang. Een beetje oponthoud gehad. Ja, oponthoud. Ja, bij wandelen. Ja, maar goed, het is weer heel goed gekomen en morgen 10 kilometer minder is goed verstandig. Ja, en gaat u dan ook morgen ook eerder beginnen of gaat u gewoon op de normale tijd vanwege de warmte? Op een normale tijd. Ik moet 5 uur starten, dus dan start ik 5 uur. Maar ik doe de 30 in plaats van de 40. Ja, dat scheelt natuurlijk, hè? Dat scheelt wel, hè? Vindt u het een beetje jammer dat het nu niet de volledige afstand is? Nou, ik bekijk het uit de organisatie. Van ja, maar stel je voor dat er mensen aan de weg liggen. Hè, het is hun verantwoordelijkheid. Dus ik vind het wel goed dat ze het doen, hoor. Natuurlijk denk ik van, nou ja, deze 4 dagen, ik moet de laatste 40 kilometer doen. Maar nee. Nee, ik snap hem wel, ja. Nou, mooi om te horen. Ja. En nou dan nog heel veel succes en ook vooral heel veel plezier nog. Ja, hey, dankjewel. Dat komt wel goed hier. Ja, top. Dank hè.